We gaan de eigenschappen van papier ontdekken aan de hand van proefjes. In jullie werkbundel heb je dit werkblad nodig. Je ziet daar 4 proefjes staan. Ik ga elk proefje met jullie overlopen. En het is de bedoeling dat jullie dus het uitvoeren wat ik jullie laat zien. Het eerste proefje. Schrijf jouw naam op een blad. Wat heb je hiervoor nodig? Een blad papier, een pen of potlood. Ik voorspel. Schrijf je voorspelling op. Wat zal er gebeuren als je dit proefje uitvoert? Wat ga je zien? Wat ga je voelen? Wat ga je ruiken? Hoe ziet het er voor het eerst uit? En hoe ziet het eruit na het proefje? Dan doe je het proefje. Je voert het proefje uit. Lees de opdracht goed. Leg klaar wat je nodig hebt. En voer het proefje uit. Ik schrijf dan al mijn bedenkingen en resultaten op. Schrijf op na het proefje. Wat gebeurt er als je dit proefje uitvoert? Wat heb je gezien? Wat heb je gevoeld? Wat heb je geroken? Hoe zag het er voor het eerst uit? En hoe zag het na het proefje eruit? Het tweede proefje. Leg kiezelstenen op een blad papier en hef het op. Wat heb je nodig? Kiezelsteentjes. Of steentjes, gewoon kleine steentjes die je gemakkelijk kan vinden. Een blad papier. Ik voorspel weer. Dus het zijn telkens dezelfde vraagjes. Ik voer het proefje uit. Ik schrijf alles op. Het derde proefje, vouw een bootje van papier. Wat heb je nodig? Een stappenplan, een demonstratiefilmpje en een vouwblad. Hier zie je het stappenplan, dus zet het filmpje op pauze. Neem jouw blad en vouw het dan. Zo kan je het zien terwijl je het doet. Hier heb je een filmpje. Meester Tom legt uit! Met vandaag de vraag, hoe vouw ik een boot uit papier? Zo, eerst voorspel je weer aan de hand van deze vraagjes.
Dan voer je het uit. Je schrijft alles op. Het laatste proefje. Zet jouw bootje in water. Wat heb je nodig? Water, jouw vouwbootje en een bakje. Je voorspelt weer wat er zal gebeuren. Hier komt er wel iets bij. Gaat het bootje zinken of drijft het? En hier zie je nog het verschil eens tussen zinken of drijven. Dus bij zinken gaat het voorwerp onder het water naar beneden. Bij drijven blijft het op het water. Je voert het proefje uit. Je hebt dus voor dit proefje geen grote bak nodig. Een klein bakje is voldoende. En je moet het ook niet te vol maken. Dus er moet niet te veel water in. Je schrijft weer alles mooi op. Net ook weer op. Hier komt weer een vraag bij of het bootje drijft of zinkt. Dus ook op die vraag moet je antwoorden. Succes!